op hun planken en hun snijmiddelen op de markt in Wuhan. Hallo Peter. Peter, ik hoop dat je wat duidelijkheid kunt verschaffen. Van de week kwam het bericht dat een wasbeerhond in Wuhan mogelijk de veroorzaker is van de uitbraak van het coronavirus onder de mensen. Kan jij uitleggen hoe dat kan? Ja, het is ingewikkeld. Er is een groot onderzoek gedaan, onder andere met de bekende dierenarts, viroloog Marion Koopmans van de Erasmus Universiteit. En die hebben als het ware de voorvader van het COVID-virus hebben ze ontdekt in materialen, maar ook in planken en in snijmiddelen, op de markt in Wuhan. En er zijn foto's gemaakt in het verleden en er zijn al in november al een soort voorganger van het COVID-virus gevonden daar. Dat is heel speurwerk geweest. Dus, en dat zou dan ja, in die wasbeerhond zijn rondgegaan, net als later bij de NETS in Nederland. En dat zou zich verder ontwikkeld hebben. En van daaruit zou het overgegaan zijn op de mens. Want de eerste zieke persoon was iemand die met die wasbeerhonden gewerkt had op de markt in Wuhan. En van daaruit is het waarschijnlijk doorgegaan. Dus het heeft heel veel werk en moeite gekost om uit te zoeken waar precies het eerste virusje is ontstaan. En daarmee is het verhaal eigenlijk helemaal ontkracht dat het uit een laboratorium in China zou komen. Dus dit is zeer waarschijnlijk, ja, 100% lastig is het moeilijk te bewijzen, maar zeer waarschijnlijk is het voor meer dan 90% zeker dat het van dat kraampje en die wasbeer daar de eerste COVID-virus zich ontwikkeld, nou ja, ontstaan is. Gemuteerd moet je eigenlijk zeggen. Dus zo'n virus, er komen verschillende virussen bij elkaar, die gaan in een soort trommeltje en komt er een nieuw virus uit en dat was dan het COVID-19 virus. Oké. Dus het virus kan zowel in de wasbeerhond als in de mens gemuteerd zijn? Ja, nou waarschijnlijk is het in de wasbeerhond gemuteerd en is overgesprongen op de mens. En er is een theorie dat misschien van de mens weer een keer teruggegaan is naar een wasbeerhond. Dat er een dubbele mutatie zou zijn geweest. Maar daar begrijp ik niet helemaal hoe het gaat. Maar dat is wat de wetenschappers zeggen. Dus misschien is het van een wasbeerhond naar een mens gegaan. Van een mens weer terug op de wasbeerhond. En toen nog een keer gemuteerd. En toen als een soort supervirus. Nou ja, supervirus. De mensen besmet en daarna ook weer de wereld overgegaan. En ja, er zijn verschillende mutaties later ontstaan. Hè. Er zijn verschillende stammen waar we dan mee te maken hebben gehad. Het Delta-virus, et cetera. Een hond zoals wij die kennen en in onze huis hebben, kunnen die ook corona bij zich hebben en verspreiden dan? Ja, honden en katten kunnen wel degelijk door coronavirus besmet raken. Maar ze worden eigenlijk zelden ziek van, een soort lichte verkoudheid. En in theorie kunnen ze zeker mensen besmetten. Maar dat wordt door de wetenschappers als zeer onwaarschijnlijk gezien. Dus kans dat je van mens naar mens elkaar besmet is vele malen groter dan dat je van een hond of een kat besmet wordt. Maar in theorie zou het kunnen, maar er zijn eigenlijk nauwelijks of geen bewijzen van. Oké. Nou, Peter, wederom hartelijk dank voor je tijd en kennis. Graag gedaan.